Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de Keltische weefsteek haken. Hij is niet moeilijk, tenminste het is even wennen omdat je in een kruisje werkt. Maar hij valt wel aan te leren, want de dubbele stokjes die zeg maar die hier vandaan komen, die trek je omhoog en dan ga je eigenlijk weer dubbele stokjes daarop zetten. Ik ga het heel rustig uitleggen. Je haakt hem met haaknaald nummer 10 en de Luxury Wool van de Zeeman. Daar zit 150 meter op en hij is 100 gram. Ja. Allereerst wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het kijken naar het haakkanaal. Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog is hartstikke fijn. Dan weet ik ook welke video's je leuk vindt. En abonneren natuurlijk hieronder. Op het einde van de video zie je mijn foto. En als je daarop klikt en je zet de notificatiebel aan, dan krijg je als eerste de film geüpload. Deze Keltische weefsteek is deelbaar door 4. Dus je maakt een opzetketting, een opzetlus, en ik zal even mee beginnen. En je pakt een bolletje wol. En je begint met een opzetlus. Haaknaald nummer 10. En hij is deelbaar door 4. En omdat je twee steken aan de zijkanten hebt, heb ik 36 steken opgezet. 1, 2, 3, 4, 5. En als je bij 36 bent, dan zie ik je weer terug. Ik heb nu 36 losse kettingen opgezet. En dan pakken we één losse nog om te beginnen, want we zetten overal in elke steek. Dus je gaat echt in de eerste steek hier een vaste maken. In elke steek een bolletje wegleggen. Tot je weer 36 vaste steken hebt. Als je 36 vaste steken hebt op het einde, dan zie ik je weer terug. Als je op het einde bent van de toer met vaste, dus het begin, dan sla je nog een keer om en dan doe je nog 3 lossen. En dan keer je je werk. En dan gaan we in elke steek gaan we een stokje zetten. Elke steek gaan we een stokje zetten. En als je op het einde bent van deze toer, dan zie ik je weer terug. We zijn op het einde van de toer met de stokjes. En dan komt het er zo uit te zien. Dit is je begin eigenlijk om de Celtic Wave of de Keltische weefsteek te kunnen haken. En je begint met 1 losse en je keert je werk. Dus dit is het begin en de steek is deelbaar door 4, maar we zetten even 2 halve stokjes hier in de eerste steek. Dus 1 keer omslaan, insteken, omslaan, doorhalen door 3. Dus een half stokje, omslaan, insteken, draad ophalen en omslaan door 3.
Dan heb je twee halve stokjes gemaakt en dat is om de zijkanten netjes te krijgen. En dan gaan we aan de Keltische weefsteek beginnen. Aan de Keltische Celtic Weave Stitch. En je slaat twee keer om, want het is altijd een dubbel stokje. En dit is je groepje van 4. 1, 2, 3, 4. En je begint in de derde. En je begint altijd in van het groepje van 4 in de derde. Dat stokje pak je als een relief stokje, maar dan een dubbel. Dus je legt hem altijd van achter naar voren, dat hij aan de voorkant komt. Je slaat om, je haalt één keer door. Je slaat om, je haalt door twee. Je slaat om, je haalt door twee. Je slaat om en je haalt door twee. Dus deze schuine, die heb je nu gedaan. En dan pak je de vierde van het groepje van 4. Pak je weer een relief stokje. Je slaat om, je haalt door, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. En nu heb je twee relief stokjes gehaakt. En ik zal even pen en papier bijpakken om te laten zien wat we nu gedaan hebben. Kijk, we hebben eerst dus de ketting van losse gehaakt. Daarop hebben we vaste. Op ieder losse een vaste. Toen zijn we met stokjes begonnen. Dan de eerste twee, dus dit zijn stokjes. De eerste twee steken zijn halve stokjes. En dan heb je deze. Dit is de eerste, de tweede, de derde en de vierde. En op de derde en op de vierde, daar zet je een relief stokje op. Dus meteen als je deze gedaan hebt, die halve stokjes, hier deze, de tweede, dan ga je eerst naar de derde. En vanuit de derde, dan ga je weer naar de vierde. Dan ga je dus zo, eventjes laten zien. Of het licht er goed op valt. Je gaat eerst naar de derde en dan naar de vierde. En dit plaatje, dit moet je even goed in je hoofd houden, want dit is altijd het de methode. Eerst van het groepje van 4 ga je naar de derde en naar de vierde. We hebben nu dus het tweede relief stokje gedaan op het vierde stokje. Dus nu gaan we weer twee keer omslaan en dan gaan we aan de voorkant langs en dan gaan we de eerste pakken. Dus we gaan vanaf de vierde gaan we weer de eerste pakken. Daar gaan we ook een relief stokje van maken. Je slaat om en je haalt door. Dan heb je vier draden op je haaknaald. Omslaan door twee, omslaan door twee, omslaan door twee. En nu dan heb je dus al 1, 2, 3 relief stokjes gemaakt. Dan ga je nu naar de tweede. Ik leg het nog een paar keer uit hoor. De tweede stokje, dat pak je op als relief stokje. En dan ga je weer afmaken door 2, door 2 en door 2. En heb je eerste groepje van 4 al klaar. Ja, en het ziet er heel rommelig uit, maar het is niet moeilijk. We gaan nu weer twee keer omslaan. En dan pakken we weer eventjes het groepje van 4, dus dat is dit. Dit is het groepje van 4. En we beginnen bij de derde. Altijd begin je bij de derde. Die pak je altijd aan de voorkant op. Omslaan, doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan gaan we nu twee keer omslaan en dan pakken we het vierde stokje van het groepje van 4. Als relief stokje. En dan hebben we weer netjes twee relief stokjes. Dan gaan we twee keer omslaan en dan pakken we de eerste stokje van het groepje van 4. En die maken we weer als relief stokje. En dan hou je weer je werk voor je. En dan pakken we het tweede stokje. Twee keer omslaan en je pakt het tweede relief stokje en die maak je weer af als een dubbel
reliëfstokje. Dus elke keer zijn het dubbele reliëfstokjes. We gaan nog een keer een groepje van 4 pakken, 2 keer omslaan. Je begint altijd in de derde, dus je pakt het derde stokje. Daar maak je een dubbel reliëfstokje van. En nu ga je naar de vierde van het groepje van 4. En dan maak je weer een reliëfstokje van. En dan ga je naar de eerste van het groepje van 4. En dan maak je ook een reliëfstokje van. 2 keer omslaan en je pakt de tweede. Kijk, dit is het groepje van 4. 1, 2, 3, 4. En we pakken nu de tweede. En je slaat 2 keer om. En je pakt de tweede op als reliëfstokje. Je slaat om, je haalt door. Door 2. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Zo maak je de hele toer af. Ik zal er nog één meedoen. Je houdt je groepjes van 4 in de gaten. Kijk, deze heb je al gehad hier. Dus die mag je niet meer aankomen. Dan hou je de 4 hier over. 4 stokjes. Je slaat je draad 2 keer om de haaknaald. En je pakt weer de derde op als reliëfstokje. Je slaat om. En je gaat een reliëfstokje maken. Dan sla je weer om. Je pakt het vierde als reliëfstokje en je slaat 2 keer om en je houdt weer je groepje van 4 in de gaten en nu pak je de eerste. Je gaat gewoon bovenlangs. Twee keer omslaan en nu pak je de tweede, het tweede stokje. Ga ik te snel? Dan kan je altijd de afspeelsnelheid langzamer zetten. En als je hem langzamer zet, dan begrijp je wat ik bedoel met de eerste toer met reliëfstokjes. En deze is niet moeilijk. Je moet hem gewoon even doorhebben. En ik ga dadelijk vertellen wat we gaan doen op de terugwaartse toer. En dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de toer met vaste. Dus we maken de toer even af. Met vaste en je keert het werk altijd met 1 losse en dan keer je je werk en dan komt het er zo uit te zien. Kijk hoe mooi. En dan gaan we nu dus de kruisen die we hier hebben gemaakt even goed laten zien. Kijk, deze ligt overheen, de derde en de vierde. En de eerste en de tweede liggen eronder. Kan je het zo goed zien? Ja. Dus je moet in de gaten houden. Even goed terecht leggen. Kijk, dit is het kruis. Die eronder liggen en die van links naar rechts boven gaan. Dus echt schuin van dit kruis. Die pak je altijd als eerste op. En nu heb ik het getekend dat het er onder ligt, maar natuurlijk de volgende toer ligt dit er boven. Maar je pakt altijd eerst de twee rechtse, dus eerst de eerste dan de tweede van het kruisje. Dus als dit het kruis is, pak je eerst deze eerste twee op. Die ga je zoeken. Dus we hebben 1 losse gedaan. We beginnen de toer altijd met 2 halve stokjes. Dus dat is omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en door 3 lussen halen. Omslaan, insteken, draad ophalen en door 3 lussen. Dan gaan we nu aan dat kruis beginnen, wat ik net verteld heb. Je pakt altijd degene die je hier als eerste ziet. Dus 2 keer omslaan. Je pakt hier het stokje op als reliëfstokje. Slaat om, haal door, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2.
twee keer omslaan en je pakt van het kruis nu het tweede stokje, omslaan, doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. En nu kan je natuurlijk niet van het kruis de derde en de vierde pakken, omdat je bij het begin van de toer bent. Dus wat gaan we doen? We gaan naar de volgende eerste en het tweede stokje. We pakken het weer op. Kijk, en deze ligt mooi onderlangs. We pakken hem op. We halen hem door. Omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Nou, we twee keer omslaan, dan pakken we de tweede op. Omslaan, doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan gaan we twee keer omslaan en deze ligt er nu bovenop. Maar we hebben hem van onder afgehaald en als we hem van onder het kruis afhalen, gaan we ook onderdoor achter deze twee stokjes om, gaan we de derde en de vierde stokje ophalen. En dan klap je het een beetje naar voren, je slaat om, trekt door, dan heb je nog vier lussen op je haaknaald. Omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. En dan weer twee keer omslaan. En dan pak je die tweede van het kruis. Dus die er gewoon recht naast ligt. En dan maak je weer even een schaartje. Weer een dubbel stokje van. En dan krijg je zo dit kruis. Zie je? Dus je hebt. Ja, zo moet het eruit komen te zien. Dan ga je weer gewoon verder omslaan twee keer en dan ga je weer het kruis zoeken. Pak weer even het tekeningetje erbij. Je gaat dus weer die eerste twee zoeken. Die van links onder naar rechts boven wijzen. Dus je slaat twee keer om. Je pakt de eerstvolgende die van links boven of onder naar rechts boven wijst. En die maak je weer als reliëfstokje, een dubbel reliëfstokje. Al die reliëfstokjes moeten allemaal naar de bovenkant liggen. Kijk, en dan pak je weer de tweede op. En nu ga je de derde en de vierde zoeken en omdat deze van onder komt, sla je twee keer om, ga je ook achterlangs en dan pak je de derde en de vierde op. Omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, dus dit was de derde, nu weer twee keer omslaan en nu gaan we de vierde oppakken. Omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Zie je? Dan komt het er. Het ziet er een beetje raar uit in het begin hoor. Dat is echt nog de opstartfase. Zie je hoe mooi dat dit valt? Ik zal het nog een paar keer meedoen. Twee keer omslaan. Je gaat de eerste en de tweede zoeken. Altijd het reliëfstokje naar de voorkant duwen en het reliëfstokje naar de voorkant duwen is altijd rechts achter het stokje naar voren oppakken door 1, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Zie je, dan heb je de eerste en de tweede gepakt en nu twee keer omslaan en nu pak je de derde en de vierde op. Dit is de derde en je gaat achterlangs en je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan
komt dit er zo uit te zien. En dan pak ik even weer het voorbeeld erbij. Want ik heb natuurlijk een beetje verder gehaakt, want op een gegeven moment ben je gewoon verslaafd aan de steek. Kijk hoe mooi dat die steek valt en hoe leuk dat je het kan maken. Ja, ik heb wel haaknaald nummer 10, dat weten jullie, maar het is gewoon een prachtige steek. En het is gewoon zo, heb je die stokjes hier van onder afgehaald, dus van onder het kruis, dan ga je achterlangs. En dan ga je die derde en die vierde ophalen. Ga je nu, ligt deze toer, nou ligt die toevallig er bovenop. Dus die gaan we dadelijk even doen. Dan ga je voorlangs en dan krijg je die mooie weefsteek. Kijk, hier ben ik nu op het einde. En die sluit ik af met twee halve vaste of halve stokjes. En de laatste steek. Dat wordt ook een half stokje. 1 losse, dan keer ik het werk en dan ga ik eerst deze toer helemaal afmaken met vaste en dan zoek je echt gewoon de steken op. Dus de teruggaande toer is altijd met vaste. En als ik op het einde ben, dan zie ik je weer terug. En we zijn nu op het einde van de toer met de vaste en we keren het werk weer met 1 losse en dan krijgen we weer de mooie voorkant. En het is ook wel mooi dat je de zijkanten met die 2 halve stokjes doet, want dan heb je altijd iets houvast om ergens op te naaien. Je begint weer met 2 halve stokjes aan je voorkant alleen, hè? Het is niet aan de achterkant. 2 halve stokjes en dan gaan we weer die schuine kant zoeken. Je weet van het tekeningetje, maar nu ligt deze even goed te voorhouden. Deze ligt er nu overheen, de eerste en de tweede. Dus we gaan nu het schuine stokje, de derde en de vierde, dus deze, die gaan we aan de bovenkant pakken. Maar dan gaan we nu weer verder. Oh, mijn haaknaald. Die maakt een beetje herrie. Dus wat ik net heb uitgelegd, 2 keer omslaan. Je pakt dus weer je reliëfstokje. Het schuine reliëfstokje pak je als eerste en het tweede pak je als tweede. En gaat het te snel, dan zet je gewoon de afspeelsnelheid even iets langzamer. Dan ga je 2 keer omslaan en de vorige toer was er achterlangs, maar nu gaan we hier overheen de derde en de vierde zoeken. Zie je, want anders krijg je die weefsteek niet. Dus je pakt de derde nu op als reliëfstokje, dubbel reliëfstokje en de vierde. Kijk, die zit hiernaast. Zie je? Dan gaan we weer deze zoeken. Dus de volgende, kijk, deze heb je al gehad. Het kruis is. Even kijken of ik nu wel. Wacht even. Even 1 keer opnieuw. Opnieuw. Ik pak nog 1 keer de vierde op. Doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Ik was de laatste vergeten om te slaan. Ik dacht al, ik mis iets. Nou, dan ga je weer 2 keer omslaan en dan pak je weer de eerste van je kruis en anders teken je zelf even het kruis op papier zoals ik het in het filmpje heb gedaan. Dan 2 keer omslaan en je pakt de vierde en het ligt allemaal mooie bovenop nu. En als het er bovenop ligt,
twee keer omslaan, dan ga je deze, die derde en die vierde, die ga je van bovenaf, dus je gaat over de reliëfstokjes heen, die pak je op als derde, een keer doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, en dan pak je nu die vierde, twee keer omslaan en over deze heen. En dit is de vierde. En dan heb je alweer een kruis. Ik zal er nog één doen. Twee keer omslaan. Je pakt weer de volgende. Je verlengt eigenlijk alleen maar stokjes, relief stokjes. Je verlengt ze. Dus je pakt nou de tweede. Daarnaast. En dan ziet het er altijd zo uit en ik vond het in het begin heel raar, maar nu ga je weer twee keer omslaan en je gaat er overheen en je pakt van het kruis hier die derde en die vierde. Die mag je best diep oppakken, dus dit is de derde, en nu weer twee keer omslaan en dan pak je die ernaast zit. En allemaal nou er overheen. En ik zal nog even een voorbeeldje laten zien, want ik heb natuurlijk eerst een proeflapje gemaakt voordat ik met het echte garen begon, want dit wordt een kussen. Ik zal eventjes het proeflapje laten zien en dit heb ik gemaakt met de Royal. En ik zal onder het filmpje nog even zeggen hoeveel steek ik opgezet heb, zodat je er altijd naar kan kijken. En met dit proeflapje, kijk hieronder, nu zit mijn haaknaald weer een beetje herrie te maken, hieronder, kijk, hier had ik niet door dat ik er overheen moest, dus dan krijg je dit als resultaat. En omdat het wit is kan je dit niet zo goed zien, want het licht valt dan, zie je, hier heb ik te ver doorgegaan en ben ik er niet overheen gegaan en dan krijg je ook niet de mooie weefsteek. Maar met het groen zie je het beter en daarom ben ik ook wol gaan zoeken wat bij het interieur past en wat ook lekker haakt. En ik zou zeggen heel veel plezier met deze Keltische weefsteek of de Celtic weefstitch. En ik zie je graag bij een volgend filmpje terug. Dus graag duimpje omhoog, hier abonneren, op mijn foto klikken en tot de volgende video.